moet dus eens geen eerste steen leggen, maar een eerste fundering gieten. En die eer is weggelegd voor enkele leerlingen van de eerste graad die volgend jaar in de nieuwbouw mogen intrekken. Dat is speciaal, want wij zitten daar waarschijnlijk ook volgend jaar. En dat is iets waar wij dan ook als herinnering aan kunnen denken. En het is ook een speciaal moment waar we nog lang, dat gebouw gaat waarschijnlijk nog lang meegaan. Dus dat is wel ja, iets speciaals. De pijnlijke arm van het keihard trekken aan het touw zal ze zich wellicht nog een tijdje herinneren. De bouw van de nieuwe lokalen komt nu goed op gang en dat is geen dag te vroeg. We zien eigenlijk elk jaar opnieuw een grote toename van leerlingen. Dus die opleidingen binnen maatschappij en welzijn blijken toch wel een grote aantrekkingskracht te hebben. Dus we stijgen overal in elke opleiding en elk jaar in leerlingenaantal. Dus we hadden die ruimte echt wel nodig. En ja, wij zagen het dan ook als een unieke kans om eigenlijk dat project dat we hebben met onze eerste graad ja, ook letterlijk een eigen plek te geven op deze school. De stad keurde in 2019 al de aanvraag goed voor de bouw van een nieuw schoolgebouw dat plaats moet bieden aan zo'n 300 leerlingen. Gent groeit, dus zijn er ook meer scholen nodig en is het ook goed dat de bestaande scholen uitbreiden zoals hier. Van kinderbegeleider tot opvoeder, tot ook in de veiligheidsdiensten kunnen mensen hier een opleiding volgen. Dat zijn eigenlijk allemaal sectoren met heel veel werkzekerheid. Ook de verpleegkundigen zijn mensen voor wie dat we applaudisseren nu in tijden van corona, maar waar dat er ook grote personeelstekorten zijn. Dus in die zin ben ik ook heel blij met deze specifieke uitbreiding. Daar zit echt heel veel toekomst in. Op 1 september moeten de leerlingen hier voor het eerst les volgen. In een van de modernste schoolgebouwen in Gent. Jazeker, sterk wifi, ook ventilatie, wat nu een hot topic is. Nu is ventilatie een issue waar zeer veel aandacht aan besteed wordt en waar er ook in geïnvesteerd wordt.